Hij produceert sieraden. Dag na dag, pond na pond, ringen. Sinds jaren produceert hij alleen nog ringen. Die wil al die ringen. Hopeloze cirkel zonder begin en zonder einde, vooral zonder uitgang. Ik weet het niet. Niks anders meer. Ringen. Uit goedkoop messing, uit koper, plastic, platina, zilver, goud, met of zonder steen, verschillende keren in elkaar gedraaide of eenvoudige metalen banden zonder iets. Soms hakt hij er weer in elkaar als de schakels van een ketting. Alsof hij hoopt dat er ooit een toverspreuk komt die de beide veroordeelden van elkaar zou bevrijden. Ooit. Maar mijn liefste, ooit moeten wij dat toch zelf doen. Want ons, ongelovig als we zijn, helpt geen verlossingsspreuk. Jij wil me geen pijn doen, hè? Maar je doet het wel. Het eenvoudige feit dat jij bestaat, mijn liefste, maakt mij bijna kapot. Mijn boek. De onbetrouwbaarheid van de wereld, en ik citeer. Wij bogen voor de gebeurtenissen om ons heen, in ons leven. Voor de gebeurtenissen in de wereld. Een verklaring ex post te vinden. In de hoop dat we door het projecteren van diezelfde wetmatige regels naar voren, we de toekomst zouden kunnen beïnvloeden. Maar deze causale verbindingen bestaan altijd pas achteraf. En niemand, nog wij, nog God, niet deze natuur zelf, heeft enige kennis van hoe wij ons samen verder zullen ontwikkelen. We zouden voor hetzelfde geld kunnen doppelen. Je begrijpt niks, de president. Er is geen lot dan dat wat we zelf sturen. Maar omdat we niet kunnen weten naar waar we het sturen, zijn we blind wat onszelf betreft. Maar Helmoet, oh, achteraf verklaren we alles graag vanuit de vrije wil, zodat wij ons geen dieren voelen. Niet waar, Helmoet? Een kleine stap op de dood. Jij in de hand daarbij, met je dagelijkse praktische opvattingen over oorzaak en gevolg. Wordt het metaal te heet, dan loopt het weg. Heb ik je vandaag al eens gezegd hoezeer ik je haat? Tevreden. Tevreden ben ik nooit. Dat zou mijn arbeidsethos tegenspreken. De tevredenheid zou zelfs mijn bestaan weerleggen. En omdat ik zo versta, als ik werk ben. Wat zeg ik dan als ik werk ben? Ik. Ik geef nog niet op. Ik zal weer van vooraf aan beginnen. Nog één keer van voren af aan beginnen bij A. Nog één keer de komende week, zo sexy mogelijk. Dat spreekt voorzichtig. De A van A van andere. Dat kan mijn energie. Het bevallen. Maar ik weet niks anders. Ziet u niet te binnen. Op mijn leeftijd komt het aanbiddige altijd nog moeilijk aan. Dag, armoede, acht. Ach, jouw werkwoede toont mijn armoede. Met weemoede zit.